Hallo, ik ben nu bij het evenement Kunstenaars verdienen beter. En het is super interessant. En het is in een art center in Amsterdam. Dus veel kunstwerk te zien, veel inspiratie en superleuke kunstenaars. Dus erg inspirerend. Dus zeker een aanrader als je meer wilt doen met je kunst. Dat waren dus een paar beelden van het evenement. Vooral het eerste gedeelte was super interessant, heel erg informatief. En het tweede gedeelte ging een stuk meer over of je bij hem de rest van het programma zou willen volgen. En ik heb er echt wel even overwogen om dat te doen, maar het kost nogal wat. En voor mij leek het me op dit moment niet helemaal een nuttige investering, omdat ik ook gewoon een beetje aan het ontdekken ben hoe ik het allemaal zelf kan doen. En wie weet dat ik later denk van dat het toch wel nuttig kan zijn om hem verder nog als coach te hebben, als iemand die me verder kan helpen om mezelf neer te zetten. Maar op zich was deze bijeenkomst dus al gewoon een mooie basis om voorlopig eventjes weer wat aan vast te kunnen houden. Bij het evenement kregen we allemaal een klapblokje en daar heb ik ook wel wat aantekeningen op gemaakt. Zoals bijvoorbeeld dat hij eigenlijk van mening is dat kunstbeurzen niet echt ideaal zijn voor als je jezelf, als je je werk wil gaan verkopen. Juist omdat je dan een van de zoveel kunstenaars bent. En hoe groot is de kans dat de bezoeker jouw werk gaat kopen? Terwijl als je op een andere soort beurs staat, dan ben je uniek, ben je wel bijzonder en kun je echt wat toevoegen. En is er, ja, in ligt natuurlijk aan wat voor beurs, maar kan best een grotere kans zijn dat je daar wel verkoopt. En een andere, het is een vraag die hij stelde is van waar wil je anderen mee inspireren? Wat wil je zeggen met je werk? Wat is je focus? En juist door dat verhaal creëer je duidelijkheid van waarvoor kunnen mensen bij jou terecht? En nou ja, iets waar ik dan zelf moeite mee heb is toch wel van geld vragen voor je werk. Hoeveel ben je waard? En ja. Hoe kun je voor dat geld gaan staan? En hoe bepaal je het bedrag? En ja, daar heeft hij toch ook wel tips in gegeven. Dus ja, ik heb er zeker wat uit gehaald. En wie weet kun jij daar ook wat mee?